Welkom bij weer een nieuwe vlog van Jumbo Panningen. Hier in de supermarkt ontstaat natuurlijk een hoop afval. En dat proberen we allemaal netjes op te lossen. Zo vinden we dozen hier in de dozenhok al een tweede leven. Maar ook het verdere afval scheiden we netjes. Zo wordt het karton apart ingezameld en gerecycled. En zo ook het plastic. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met bedorven fruit en groenten? Nou, die verzamelen we allemaal fijn bij elkaar. En al deze producten die voor ons eigenlijk niet meer zo lekker zijn, zijn eigenlijk wel prima geschikt als voer voor bepaalde dieren. Daarom gaan we vandaag een kijkje nemen bij Carnivora. Hier hebben ze namelijk een hoop dieren zitten die natuurlijk ook moeten eten. Dus laten we gaan. Hier zijn we dan. Eens kijken of we wat dieren hier blij mee kunnen maken. Nou, ik heb hier de doos met groente en fruit staan, maar wie heb ik hier tegenover me staan? Mijn naam is Talita. Ik ben Bitta. En wij zijn vrijwilligers bij Stichting Carnivora. Voor de mensen die ons nog niet kennen, wij zijn een opvangcentrum voor exotische dieren, met name reptielen. Dus dat betekent dat deze dieren, slangen, schildpadden bijvoorbeeld, bij mensen in huis hebben gewoond. Maar zij kunnen er niet langer voor zorgen, dus de dieren komen bij ons wonen. Oké, dat is hartstikke goed. En die dieren die eten natuurlijk ook. Hoeveel eten die op zijn dag? Hoor, dat verschilt een beetje per formaat dier. Maar er gaan toch wel een aantal kroppen sla en andijvie doorheen op een dag. Nou, dan zullen we maar snel beginnen. Die zullen wel honger hebben, dan hij ja, zeker. Zeker, ze zitten te wachten. Nou. Nou, we hebben hier het eten gesneden. Klaar. Wat voor dieren hebben we hier eigenlijk? Hier hebben we een koppel groene leguanen. Dit is de man en dit is de vrouw. En zij krijgen vandaag een combinatie van groenvoer en van de brokjes. Oké, okay. Dan zullen ze maar gaan voeren, denk ik. Ja. Zou jij de groente erin willen doen? Ja, nog een wat drinkje. Ja, zou niet helemaal doen. Kijken of ze honger hebben. Kijk, die ruikt wat. Eet smakelijk. Hey, je zei straks al dat de dieren die hier terechtkomen, komen van mensen thuis. Ja. Hoe gebeurt dat nou eigenlijk? Want houden mensen die als huisdieren? Ja, eigenlijk alle dieren die bij ons wonen, die hebben ooit dus bij particulieren in huis gewoond als huisdier. Ja. En op den duur konden ze er niet meer voor zorgen. Dat kon zijn omdat ze geen geld meer hadden, geen tijd. Dat ze bijvoorbeeld moesten verhuizen, ze mochten het dier niet meer meenemen. Of, en dat gebeurt helaas steeds vaker, ze vinden het dier niet meer leuk. Oh jee. Ja, want zo'n dier vraagt natuurlijk ook wat specialistische verzorging. Dus niet een kat die je even naar buiten kan sturen als hij naar buiten wil. Nee, precies. En dat geldt natuurlijk voor alle dieren. Hè. Alle dieren hebben zo hun eigen zorg nodig. Maar reptielen zijn daar toch veel, veel lastiger in. Ja. Ja. En hoeveel dieren vangen jullie nou eigenlijk op zo'n hier in een jaar? Ja, dat wisselt een beetje. We hebben drukkere periodes en rustigere periodes. Dus daar valt eigenlijk geen pijl op te trekken. Ja. Maar we hebben op dit moment hebben we meer dan 150 dieren zitten. Oké, netjes. En zitten er ook heel gevaarlijke dieren tussen? Ja, er zitten dieren tussen die wel gevaarlijk kunnen zijn als ze dat willen. Oké, nou, moeten we maar uit de buurt blijven dan. Hier een leguaan om de schouder. Wat is nou eigenlijk jouw favoriete dier hier? Mijn favoriete dier hier is de groene leguaan. Dat is deze. Ja. Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Ja, het is gewoon leuk. Het zijn een van de weinige dieren die je in zoverre wel kunt herkennen. Ja, dus ze herkennen je stem, ze zien je aankomen, ze zijn blij dat je er bent, ze komen naar je toe gelopen. En ze willen in zoverre ook wel met je knuffelen. Oké. Okay. Ja. Ja, we hebben die net wat andijvie en wat sla gegeven. Mm-hmm. Mogen ze nou ook alles eten of niet? Nee, ze mogen zeker niet alles hebben. Reptielen zijn heel erg gevoelig voor vitamines en mineralen. Ja. Dus ook als je kijkt naar wat zit er in andijvie, wat zit er in sla, zal er de juiste calcium-fosforverhouding moeten zijn. Willen ze optimaal kunnen functioneren. Oké, okay, ja, dus je hebt echt wel kennis van zaken nodig om hier goed aan de slag te gaan. Ja, precies. Ja, dat is netjes. Wil je hallo zeggen? Ja. Nou zijn we hier bij wat voor dier? Bij de badegaan. Badegaan.
Hoe lang ben je nou eigenlijk bezig met de verzorging van al die dieren die hier zitten? Dat verschilt een beetje per dag. Sommige dieren krijgen natuurlijk een paar keer in de week te eten, niet iedere dag. Ja. Dus op de, ja, vandaag zijn we zo'n, ik denk toch wel van 9 tot 2 bezig ongeveer. Okay. En op de zaterdag is het dan van 10 tot 1 of zo, dan zijn we een beetje minder uren bezig. Ja. Dus dat verschilt toch wel een beetje. Ja, want je moet de hokken poetsen, de hokken. Nou, de beesten voeren, wat voor werk heb je nog meer? Water moet ook ververst worden, er moet gecontroleerd worden of de dieren allemaal gezond zijn. Ja, natuurlijk. Dus ook zo'n beetje in de gaten, de temperatuur moet ook een beetje in de gaten gehouden worden. Ja. Af en toe de ramen wassen en gewoon poetsen om zo te zeggen. Oké. Wat zijn we hier aan het voeren? We zijn hier de blauwtongskink aan het voeren. Oeh, dan zag je al dat hij echt een blauwe tong heeft. Ja, en dat is altijd heel leuk, want ze denken dan allemaal dat iedereen giftig is, want in het wild is blauw vaak giftig. Ja. En deze is eigenlijk helemaal niet giftig. Oké. Okay. Dus zodra hij een roofdier ziet, steekt hij zijn tong uit en dan denkt hij, die is giftig, die pak ik niet. En laat hij hem weer met rust en dan kan hij verder weg gaan kruipen. Slimme tactiek. Ja. Natuurlijk allemaal hartstikke prachtig om te zien, de dieren. Kunnen mensen die zelf ook hier komen kijken? Is er iets geregeld daarvoor? Dat kan. Mensen kunnen op afspraak kunnen ze langskomen. Daarnaast geven wij ook educatie. Dus wij gaan naar scholen toe of wij doen kinderfeestjes. Om mensen dus eigenlijk wel de gelegenheid te geven om in aanraking te komen met deze dieren. Want het is natuurlijk denk ik veel beter om hier dan een keer te kijken wat er allemaal zit als ze zelf zo'n dier in huis halen. Die dan later na toch misschien niet helemaal past in een huis. Ja, precies. Dat is iets wat wij helaas vaak zien. Ja, dat zijn diverse factoren die daarin meespelen. Waaronder Frik Vonk. Kijk, kindjes zien dat op televisie. Ja. En dat lijkt heel leuk. Dus ja, dan willen ze dat zelf ook. Ja, dan willen ze dat zelf. Ja. Ja. Ja, nou, ik vind het echt heel erg super goed wat jullie hier allemaal doen. Die vervangende dieren verzorgen ze echt super netjes. Dankjewel. Wat kunnen de mensen zelf doen om ook te komen helpen? Zoeken jullie vrijwilligers? Wij zoeken altijd vrijwilligers. Wij zoeken daarnaast ook stagiaires. Dus leerlingen op het mbo die een diergerelateerde opleiding doen, zijn ook altijd welkom. Okay, en daarnaast kunnen wij altijd dingen als handdoeken of bodembedekking, dingen die mensen die eigenlijk niet meer kunnen gebruiken, zoeken wij ook altijd. Oké, nou, dat is goed om te weten allemaal. Nou, ik wil jullie echt heel erg bedanken. Ik vond het echt super mooi te zien allemaal. Echt graag gedaan. Super. Nou, weten we dat onze groente en fruit hier goed terecht komt. En je hoort het zelf, als jullie een keer vrijwilliger willen worden hier, ze zoeken mensen. Als je een keer een rondleiding wil, neem contact op. En of doneer, dat is ook altijd goed. Ja, zeker. Nou, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende vlog.